Inlobby Redda. Vandaag spelen wij de 2-player co-op adventure. Dus een hele unieke map. Speler 1 kan niet verder komen zonder speler 2. Dus ik heb mijn partner in crime meegenomen. Namelijk deze fakkel. Yeah. Harm. Harm. Oké, vooruit. Ja, Harm. Hey, ja. Hey, prima. Wow, mooi fakkel. Wauw. Hey man, ben je er klaar voor? Dan gaan we in Konga. Oef. I'm ready, man. I'm ready. Oké. Oh, yes. Oh. We zitten erin. Ja, daar zijn we dan. Hé. Hey. Ja, ja. Ik zie Harm daar staan door de muren heen. Je bent wel half bevroren voor mij. Maar waarom sta je niet bij mij, Harm? Oh ja, we moeten elkaar natuurlijk helpen. We moeten elkaar helpen. Man. Oh, ja, ja, ja. Nou, het begint al mooi. Ik zie hier een mooie shotgun liggen. En een opstapje waar ik niet op kan komen, omdat ik geen impulses heb. Ik ben impulses aan het vormen. Ik heb nu 10 impulses. Ja, maar hoe komen... Oké, er zit een gat in mijn dak. Kun je... Wacht, hoe komen die impulsen bij mij dan? Oh, we moeten dit samen oplossen. Ik kan jou misschien impulsen vanaf hier. Dus als ik een impuls op jou gooi... Ja. Maar hoe kom ik hier doorheen, joh? Hoe kan ik dat ding hier doorheen gooien? I don't know, man. Ik zie alleen echt een gat in mijn ceiling, bovenin. Oh, hier ook. Hier zit ook een gat bij mij. Oh, kun je daar doorheen? Ja, ik ga het proberen. Oh, daar. Oh, ben je nu buiten de map? Is dit de bedoeling? Ik ben buiten de map. Oh, nee, wacht. Hier... Nee. Ik kan gewoon bij jou komen, hè? Je kan denk ik nu hier bij mij komen en dan moet je daarna weer terug of zo. Ik denk dat het misschien is. Hey, Harm! Ja, joh, je weet hoe dit gaat. Oké, launch me. Huts! Ja, nou ben ik te hoog. Hè? Oh, wat? Hè? Oké, hold up. Oké, I failed. Ja. Nee, dan ben ik buiten de man. Oh, dit team werkt zuigt. Even kijken, zo en dan... Nee! Oh, nee! We are the best team ever. Fuck it, ik ga gewoon hier staan. Hier. Ga staan, ja? Ja, ready? Ik sta klaar. Ja. Nou. Huts, lekker man. Springen. Stomme. Oké, nou sta ik hier. Oké, nice. Nou moet ik er nog eentje onder me hebben. Yes. Oh, yeah! Let's go! Nice! Oké, nou is het denk ik het idee dat ik die guard neerschiet voor jou. Dus dan moet je even oprotten naar je eigen baan. Oh, ja. Ik heb nog 4 impulses over. Staat Deno's even zijn kop aan? Ik zie hem gewoon pas neer. Ik ben er helemaal klaar mee. Oef, the fight of the century. Oef. Right. He's dead, man. Top. He's dead. Oké. Ik loop... Oh, nice. Kijk, nu kan ik doorlopen. Yeah. Was dit wel de bedoeling? Ik denk het niet, hè? Ik denk... Een soort van niet, maar ook weer wel. Want ik had wel daadwerkelijk impulses nodig, zeg maar. Alleen of je echt naar mij toe moest komen. Is het ook wel overal gaten, ja, bij mij? Wat de heck? Ik weet niet of dat echt kapot... Oh, oké. Oh, nevermind. Hey, we zijn bij elkaar. Waar... Oh. Ongemakkelijk. Kom hier. Oh, wat? Je hebt een... Oké, je hebt een ETK. Wat staat hier dan? FN Creative Coach en dan Rudy of zo? Ik denk het wel. Ja, Rudy, ja. Hoe komen we hier dan overheen? Moet je dat ding erin moeten deze moet erin. Zo. Dat kunnen we makkelijk jumpen. Oh my god. Ik zei makkelijk jumpen, maar ik bedoelde natuurlijk gewoon doodvallen in een pit of doom. Nu ben je je shotgun kwijt. Pak je shotgun weer even. Ja, man. Dit kan handig zijn. Oké, ik heb mijn shotgun weer. Laten we deze keer wel succesvol dit oplossen. Oh, hier kun je hem neerzetten, man. Hier gewoon. Oh, ja, tuurlijk. Ik denk dat één van ons die jump moet maken en die andere gewoon hier doorheen moet. Maar we kunnen nu dus van route switchen. Ja, ik heb ook impulses. Ik zou die andere kunnen pakken. Pak jij deze? Dan pak ik die andere. Ja, die andere kun je wel jumpen. Dit is gewoon een ceiling jump. Maar ik ben gewoon even benieuwd of je code Rudy staat. Hoppakee. Ik heb de checkpoint in. Oh, oké. Ik hou deze route wel aan. Goed, ik hou deze. Oh, je zit er langs. Wow, de shit. Oké, je zit overal traps. Dit haal je niet zonder impulses en die heb ik gelukkig. Oké, ik heb een shopping cart hier en een booster. Very nice. Ik ben nu boven bij de launchpad. Hier liggen wat? Een portafort? Oh, wat? Oké. Dit is complicated. En nog een checkpoint. Even checken waar ik uit. Ik heb ook een checkpoint. Huh? Ik kan nu echt vierkanten. Ik ben ook weer. Ik ben nu op die checkpoint geland waar de ETK staat. Oké, maar je hier bent moet op ik dus. Oh, je hebt misschien een winkelwagen nodig. Misschien heb jij een winkelwagen nodig. Heb je daar iets aan? Want die kan ik naar jou toe droppen eigenlijk. Nee, denk ik niet. Oh, hier val je dood. Are you kidding me? Ja, winkelwagentje coming your way, man. Als die niet kapot gaat. Ik denk echt niet dat ik die nodig heb. Is die nog heel? Ja, hij staat hier voor een reden, denk ik, toch? Misschien moet ik die portafort hier wel neertieven. Het winkelwagentje staat in ieder geval op de checkpoint, dus je zou hem daar kunnen pakken. Dit is ik heb een portafort neergegooid, maar ik weet niet of ik hier iets aan heb. Kan ik het geloven? Oh, je kan editen, chill. Oké, dus ik edit gewoon hier weer... Ik ben nu op een soort van slider parcours. Ik
ga gewoon even kijken waar we uitkomen. We moeten dit samen oplossen. Kan ik hier omhoog? Oh ja, daar wil ik dus niet terechtkomen. I failed! Ja, trouwens, nee, ik kan hier nog wel opkomen. Alright, dit zijn allemaal de straps. Hier kunnen we dus wel op. Dan zit hier nog een... Oké, dit is wel safe. Geen idee wat we aan het doen zijn, man. Als je mijn beeld ziet, ik ben zo aan het struggelen. Yeah. Ik moet echt gekke edits maken met die portafort. Dit is echt super gaaf hier, man. Oh, hier zit bij mij een gek... Denk dat je hier een portafort in moet gooien, man. Precies hier waar ik ben. Ja, hier moet een portafort in. 100% zeker. Moet ik teruglopen? Ik kan teruglopen. Ja, I don't know, dude. Nee, ik heb ook net een portafort die RS9 gegooid, maar hier moet... Ik weet niet of ik hierheen moet, joh. Laat ik zo zeggen, ik zie een metal ceiling. Volgens mij sta je er nu op, of niet? Ja. Dude, hier. Ja. Ja, hier moet de portafort, anders kom ik niet naar boven. Oké, wacht. Ja, ik gooi hem naar beneden. Oké, doe maar. Yes? Ja. Huts! Teamwork! Dit is perfect, ik zweer. Dit is perfect. Ja, dit is echt perfect. Holy shit. Oké. Ik heb nu dus 4 deuren. Eentje met 15, 25, 10. En allemaal kleurtjes die ik ook kan zien. Dat ben ik ook. Ben je bij kleurtjes? Ja, kleurtjes met deuren, ja, dat ben ik ook. Hoe bedoel je? Allemaal death traps. Hoe bedoel je deuren? Oh. Okay, ja, allemaal deuren met, dus, met kleuren erboven. Dus dat je hebt meerdere ook. Deuren met... Oké, ik heb alleen een kleurenvolgorde, dat is het. Oké, dan moet ik de kleuren opnoemen en jij moet door de juiste deur heen, denk ik. Oh, ja, en het eerste is blauw zeker? 300 IQ. De eerste is lichtblauw. Ja, het is lichtblauw, dan wit. Wacht even, hier tussen. Yes, oké, lichtblauw. Ja. Yeah. En dan wit, zei je? Wat? In het midden ga je... Oké, wacht. Ik moet denk ik doorlopen eerst nog. Heb je een bredere kamer of zo? Oh ja, nee, natuurlijk. Want hoeveel deuren heb je naast elkaar? 3. Want als je na de deur meteen doodgaat, dan zit daar dus die tile, weet je wel. Precies, dus ik moet dus nog net... Moet waarschijnlijk iets meer doorlopen, ja. Maar dit is wel een geinig mapje op deze manier. Dit is de eerste keer dat ik zoiets speel. Dit is echt die 300 IQ map. Ja, sowieso. Dat heb ik op zich wel. Blauw? Lichtblauw, ja. Dan wit... Dan ga ik hier langs, yes, dit lukt. Oké, dan heb ik een lichtgroene of iets. Ja, niet donkergroen is, oké. Nee, lichtgroen. Dan een oranje. Yes, dus rechtdoor. Oh, nee, het is niet oranje. Wat is het dan? Dat klopt niet. Wat voor kleur had je? Ik ging dood bij oranje. Wacht, dan is er misschien... Ben je een beetje kleurenblind, Rudy? Ja, mijn beeldscherm staat wel heel kleurrijk afgesteld. Misschien was het rood of zo, weet je wel. Oké, dus eerst was het blauw. Lichtblauw, wit... Wit, groen, yes, lichtgroen denk ik dan. Lichtgroen, ja, die had ik goed nog. Oké, dan even bij die rode. Mijn blokje is van de voorkant oranje met de zijkant rood. Echt rood. Rood, nou dan pak ik rood toch? Oké. Rood? Ja, rood is goed. Oké, dan kijk ik wel naar de zijkant. Dan heb ik een soort van, het is geen wit, maar het is een beetje rozig. Huidskleur een beetje. Ja, van hele blanke scheten. Yes, heb ik goed. Oké, nu is je nog moeilijker. Paars. Echt, maar ik heb 3 verschillende soorten paars. Echt gewoon paars, weet je wel? Je pickaxe kleur paars. Je had het fout. Het was een lichtere. Nee, het is gewoon een vrij pure kleur van paars. Ja, maar er was nog een puurdere. Ja, wat dan? Die puurdere gepakt. Ja, maar ik hou me niet van pure chocolade. Vind ik allemaal niks. Ja, maar pure paars is de... Er is paarse chocolade, wist je dat? Rood. Ja, yes, huidskleur. Huidskleur. En dan puur paars. En het niet het meest pure paars. Dus de middelste. Ja, ik kan niet en dat is goed. Oké, ja, ik kan de middelste niet zien. Maar... Oh, lekker. Ah, hier zat een 5 met een 2 erboven. Een 5 met een 2? Ja, tot de macht 2, zeg maar, weet je wel. 5 tot de macht 2, ja. Kut. Hoe ging wiskunde ook weer? Is het 25? Oké. Ja, toch? Dat is 5 keer 5, toch? Ja, precies. Dus dan moet je 2 keer 5 keer 5 doen. Ik hoor een piano, jij? Ja, dat was ik. Oké, dude, ik ben door deur 25. Dan kan ik links of rechts. Nou ja. Maar is het wel echt een rekensom, dit? Nou, kijk, in die ruimte met al die kleuren heb ik 3 deuren. Eentje met een 10, eentje met een 15, eentje met 25. Oh ja, 25, 100%. Ja, en dan kan ik links of rechts. Maar links ziet eruit als een trap en rechts heeft gewoon een checkpoint. Oké, wat ben ik moeilijk aan doen. Ik zie hier allemaal piano dingen met verschillende noten. Dus. Ik hou al van noten. Ja, ik zit in een traptunnel. Die moet ik denk ik eerst even doorkomen. Eerst ga daar eens Oh, ik val gewoon dood. Tuurlijk. Wacht, ik had... My bad. Ik moest even de wall trap ook nog triggeren natuurlijk. Got him! Ik ben er doorheen! Huts! Ik heb alleen mijn shotgun laten liggen. Geef me de noten! Wat? Dit is gewoon een af... Oké. Fijn. Ik ben mijn shotgun wel kwijt. Rest in pieces. Heb ik denk ik niemand nodig.
Oké, ik heb hier 3 noten. Eén is de D. Ja. D, ja. En dan is het de... Wacht even hoor. Dan is het de A. Ja. Ja, dat is hem, ja. Dat had ik goed al. En dan is het de... B. De B, oké. Dank je, B. Lekker jabben. Ha, B-roeder. Oké, ik stap de checkpoint. En ik heb mijn powerfoss weer terug. Nice. Over B-roeder gesproken, ben jij er nog geentje? Zeker even abonneren. Wil je echt een ultieme B-roeder zijn, moet je even in de Fortnite item shop ook code Rudy gebruiken. Thank you. He's a GG, no joke. Echt? Zo'n kleine GG sign. Ja, hier, kan je hier naar beneden? Ja, hier. Dan kan je naar beneden. Dude, dat is... Ja, daar kan je naar beneden. Ja, maar dat is zo'n halve trap. Wat? Dat is halve trap. Maar, je bent op een trap trigger, hè? Precies waar ik beneden ben. Daar moet je naar beneden. Kan je naar beneden vallen? Ik zie je niet, ik op zie je niet. Trap. Zo'n halve... Oh my god. Zo, oh, dat had ik helemaal niet door. Maar, nice. Dus dit was hem. Oké, kom hier. Nee, want hier kan je nog door. Hier zit nog een pijltje. Inderdaad. Huh? Maar jongen, ik dacht hij doet niks, weet je wel. Hij doet niks. En in één keer deed hij het wel. Opeens, oh nee, dan moet ik weer hier helemaal... Nee, dat ga ik niet doen. Stik maar in je huid. Je had hier even de checkpoints moeten pakken. Ja, soms... Oké, ik moet dus wel weer die trap tunnel doen. God damn it, de checkpoint zat ervoor. Hey, ben ik weer. How you doing? Oké, zit om de hoek zit een checkpoint, yes. Checkpointje, boom. Oké, nice. Ik snap deze niet, want ik heb bijna elke trap nu gepakt inmiddels. Huts, ja, dan staat er weer gewoon een pijltje. Ze denken dat je... Ja, die gaat de hele tijd van de helft van de tijd niet af. Pas op. Die gaat nu af, hij gaat eraf. Huts. Hij gaat echt af na 5 seconden of zo, dat is echt gek. Echt? Zit er geen vloer om? Ik snap hem niet. Wat moeten we hier doen? Alright, we denken dat dit het einde is. Je staat ook GG. Leuke map, wel vrij kort. Maar we zijn er nog niet helemaal uit, want dit is een gek einde. Vooral ook omdat dit niet afgaat. Dus, yep. Harm, ik heb begrepen dat je nog een poort ervoor hebt. Ik heb zeer zeker nog een poort ervoor. Ik zeg, dus meter hem lekker neer. Kleur hem erop. Oh, dat was jouw... dat ging uit. Ik werd verstoten door de poortersnus. En ik heb... Ja! Ja, echt is er meer? Nee, je gaat uit de map. Ja, maar dat is de way out, toch? Ja, dat is de way out. Werkt dat. Ja. Oh, hier. We zijn buiten. Wat yes. Is er boven? Oh ja, we zijn ontsnapt, man. Wauw. That's so cool. Waarom is die map zo groot? Was die echt zo groot? Nou, ik vond het een hele leuke map. Ik zou alleen zeggen, werk hem iets verder uit. Jee, hoeveel heb je er? Nog één. Het principe was very nice. Zoals ik zei, hij was alleen een beetje kort. Maar zeker cool. Heel leuk, 300 IQ. Thanks voor het kijken. Harmse kanaal staat in de beschrijving. Voor de vet, duimpje omhoog. Word een B-Rudder. Abonneer op mijn kanaal, B-Rudder. Oké, later.